Ergens hier ver vandaan, waar paddenstoelen huisjes staan, daar woont een volkje vrij en blij. Soms dreigt er gevaar van die tovenaar, want Gargamel vangt smurven waar hij kan. Ik haat smurven! Maar wij zijn... Ik krijg jullie nog wel! Ik krijg jullie allemaal! Al is het het allerlaatste wat ik doe! Ik krijg jullie nog wel! De toekomst is zo smurfig. Daar ben je dus, baby Smurf. Ik heb overal naar je gezocht. Ik droomde net over de toekomst, Smurfin. Er waren smurfovisies en smurfobungalows en smurfobielen en... Ach, Droomsmurf, waar smurf je nou toch over? Waarom help je niet met Knutsels nieuwe honingsmurfer in plaats van zoveel te dromen? Het is zijn nieuwste uitvinding. Nou goed dan, maar het kan nooit zo bijzonder zijn als de droom die ik net had. Hoi, zeg Knutsel. Die honingsmurfer werkt gaaf. Dank je, potige. Ik zeg altijd maar, creatief denken kent geen grenzen. Ik weet dat die blauwe beestjes hier ergens in de buurt moeten zitten, Azrael. Aha, hoor je dat? Ja, ja, ja. Er achteraan, Azrael. Hup, kom hier. Gargamel. Gargamel. Vlugger, potige, vlugger. Vlugger, Azrael. Eindelijk zullen we ze dan hebben. Kijk, hij haalt ons in. Deze keer krijgen we ze te pakken. Het is niet waar. Au. Oh, kijk uit, Knutsel. Houd je vast. Oh jee, nou hebben we morgen geen honing bij het smurfbijt. Goed, Potigen en ik gaan meteen de honingsmurfer maken. Gaan jullie maar op zoek naar een andere honingboom. Dat is precies wat ik ook al wilde voorstellen. Smurfin en Droomsmurf gaan die kant op, Klungel en ik gaan hierheen. Als jullie weer terug zijn, is de honingsmurfer gemaakt. Oh, wat hebben die rotsmurven mij aangedaan? Je wordt bedankt, ellendige nietsnut die je bent. Wie kan dat nou zijn? Ga toch weg! Als jij mij niet binnenlaat, zal je daar je hele ellendige leven lang spijt van hebben. Nou, als je het op die manier stelt, dan... Nee, pa. Wie ben jij? Ik ben de helderziende Esmeralda. Ik kom jou de toekomst voorspellen. Voorspel je mijn toekomst? Aan die vrouwenkul geloof ik niet. Ah, moet ik het soms bewijzen? Kom hier met je hand. Ah, ik zie dat je je handen in geen weken hebt gewassen. Oh, ook zie ik heel duidelijk dat een zwarte kat jouw pad zal kruisen. Een zwarte kat? Maar in de verste verte valt er hier geen zwarte kat te bekennen. Toch is het zo dat je in de toekomst een zwarte kat zal tegenkomen. Ik zei dus een zwarte kat zal tegenkomen en een beetje stil ook. Ah, een zwarte kat. Ja, het kan misschien toeval zijn hoor, maar ik wil nog een bewijs hebben. Nog een bewijs? Nou goed dan, ik concentreer me op de bulten op je hoofd. Kan jij soms bulten lezen? Nou, wat zegt deze bultje dan? Nou, die bult zegt... Au, au! Ah, ik kan voelen dat er een grote regenbui in aantocht is. Een regenbui? Ha, denk jij soms dat ik gek ben? Er is geen wolkje te bekennen. Toch is het zo. Na deze woorden zal het hier gaan regenen. Ha, het duurt nog weken voordat het hier gaat regenen. Zo, geloof je me nu of
zal ik opstappen en de toekomst ergens anders gaan voorspellen? Nee, wacht. Ik wil toch wel iets vragen over mijn toekomst. Mooi. Kom maar op met je vragen, hoor. Oh, dat is simpel. Zal ik ooit die rottige smurfen vangen? Wat, smurfen? Oh, ja, natuurlijk, smurfen. Jij zal inderdaad alle smurfen vangen die je maar wilt. Maar alleen als je een zak met goud legt in de holle stam van een gevlekte eik. Een gevlekte eik? Een zak met goud? Maar ik heb helemaal geen zak met goud. Dat is dan jammer. Maar als jij een goede tovenaar bent, dan weet jij daar heus wel wat op te verzinnen. Doei! Hé, wacht. Maar stel, ik heb een zak met goud. Waar is dan die gevlekte eik waar je het er net over had? Ik voorspel je dat je die wel zult vinden. Esmeralda had gelijk, Azrael. Kijk, ik maak goud. Maar veel is het niet waard. Deze zak met nepgoud verzekert mij van alle smurfen die ik kan eten. Oh, wacht maar, tot ik mijn tanden zet in die heerlijke kleine beestjes. Ik voorspel dat Gargamel geen moeite zal hebben om die gevlekte eik te vinden. Missie Esmeralda, die eiken is als u wenst. Oh, kijk eens aan. Schitterend. Later komen wij wel terug om het goud op te halen. Kijk eens, Smurfin, een gevlekte eik. Oh, droom, Smurf. Ik heb nog nooit een gevlekte eik gezien. Zou die van binnen ook gevlekt zijn? Daar heb je hem, Azrael. Ze heeft het voorspeld. De gevlekte eik. Oh, Gargamel. Vlug, Smurfin, naar binnen. Ik stop dit in de holle stam en dan maar wachten op de smurfen. Rennen, droomsmurf! Daar heb je ze al! Pak ze, Azrael! Ik had nooit gedacht dat Esmeralda's voorspelling zo gauw zou uitkomen. Ik maak me zorgen, Smurfin en Droom hadden al terug moeten zijn. We moeten Grote Smurf maar indichten. Waarover, Brilsmurf? Grote Smurf, Gargamel wilde ons smurfen. We zijn maar net ontsnapt. En de honingsmurfer is kapot. Ja, Smurfin en Droom waren op zoek naar een andere honingboom. Maar ze kwamen niet terug. Rustig, smurfjes van me. We doorzoeken het hele bos tot we ze gevonden hebben. Ik heb nog nooit een gevlekte boom gezien, Grote Smurf. Dit is hoogst merkwaardig. Grote Smurf, wat is dit, Grote Smurf? Hé, dat is een tarotkaart, gebruikt door waarzegsters om de toekomst te voorspellen. En dat betekent maar één ding. Een waarzegster heeft iets te maken met die gevlekte boom. Misschien heeft ze ook wel iets te maken met de verdwijning van Droomsmurf en Smurfin. Misschien. Kom, mijn smurfjes, we moeten hem meteen vinden. Moet je kijken, Gargamel, die idioot is erin getrapt. Te gek zeggen. Het is natuurlijk een koud kunstje om van zo'n suffert als Gargamel een idioot te maken. Het is niet echt, alleen maar geverfde stenen. Oh, hoe waagt die idioot het om mij voor schut te zetten? Kom, we gaan. In ons kampement zullen we ons bezinnen op een rechtvaardige wraak voor deze vuile bedrieger. Zouden Smurfin en Droomsmurf hier zitten? Zien het wel. Blijf bij elkaar en wees stil. Kennelijk is de waarzegster niet thuis. Waar is dat nou voor? Een monster! Verstop je! Oh, grote Smurf, wat is dat? Ach, dat is alleen maar een trucje van de waarzegster. Het is een laken dat aan zijden draden vastzit. En waar is dat dan voor, grote smurf? Nog zoiets waarmee de mensen voor de gek worden gehouden. Ach, je hoeft niet zo te schrikken, Klungel. Nog zoiets waarmee de mensen voor de... Grote smurf! Oh, ik vrees dat die wel echt is, Brilsmurf. Wie en wat zijn jullie? Ik ben grote smurf en dit zijn... Smurfen? Dus vanwege jullie heeft Gargamel mij bedrogen. Gargamel? Als ik het niet dacht. Jazeker, Gargamel. Wat zou ik die oplichter graag een lesje willen geven? Ik weet hoe je Gargamel te pakken kunt krijgen en tegelijkertijd kan helpen onze smurfen te redden. Zeg het maar. Als het maar iets is waardoor die vuile, inhalige tovenaar zal boeten. Dit is mijn plannetje.
Eerst moet Knutsel wat veranderen aan zijn honingsmurvermachine. En dan ben ik van plan... Oh, ik kook er een paar, ik bak er een paar. En de rest is goed voor goud. Hoi. Slak 2, slak 3, slak 4. 2 kleine smurfjes, dat is de manier. Ga toch weg, ik ben bezig. Maar nu heb ik je echt iets nieuws te voorspellen, Caramel. Oh, wat is het dan? Ik voorspel dat als jij die smurfen opeet, jij voor altijd door hun geesten achtervolgd zal worden. Ha, ik geloof niet eens in geesten. Nou, om het zekere voor het onzekere te nemen, zal ik toch maar eens een blik werpen op jouw toekomst. Ja, zeg eens, wat heeft dit te betekenen? Blijf er vandaan, luizige kat. Tijd voor een lekker vuurtje, wakkertjes. Ik zou nog even wachten met koken, Caramel. En waarom dan? Kom zelf maar eens kijken. Oh, goed dan. Dan ben ik er tenminste van af. O, geesten van de andere kant. De toekomst is helder als diamant. O, geesten van de andere kant. De toekomst is helder als diamant. Oeh, wat gebeurt er nou? Ik heb contact gezocht met jouw toekomst, Caramel. Kijk diep in de kristallenbol. Kijk goed, Caramel. Kijk goed. Jij wilde toch in de toekomst smurfen, Caramel? Was dat een grote smurf? Nou, dan zal je smurfen krijgen. Smurfen die je altijd blijven achtervolgen. En nu... Wij komen je halen! Aanschouw de toekomst, Caramel. Geesten! Wij komen je halen! Voorlopig zal Caramel zich wel 2 keer bedenken voordat hij smurfen wil eten. En wel 3 keer voordat hij een waarzegster in de maling wil nemen. Ik vroeg me af... Wat dan, Droomsmurf? Kan iemand werkelijk de toekomst voorspellen? Nou, Droomsmurf, ik weet het niet zo. Persoonlijk denk ik dat we alleen dromen over de toekomst. Dromen over de toekomst? Goed idee, grote smurf. Dan begin ik nu meteen te dromen.